Zal ontbijtbordjes hadden. Jongen, ik weet alles van die mensen. Die gaat checken. Ja. Zij weet echt uit die tijd, alles. Ja. Ze hadden al, wat hadden ze nog meer? Een deel van de uitzet? Zoals nou, een klein beetje, maar echt ontbijtbordjes hadden ze. Dus ja, het is, dat stond erbij, vond ik, ja. Het is toch een sombere scheiding geweest? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Het was misschien het beste dat er ooit gebeurd is, want ik dacht wel dat ze erg gelukkig met Robbie geweest is. Ja. Nog? En nog. Steeds dan, juist. Bent u daar wel getrouwd in Australië? Ik ben in Australië getrouwd met een Australisch meisje. En dat was ook een goed idee. Voor een lange tijd. Niet meer. Och, we zijn nu nog gescheiden, maar we zijn erg goede vrienden. Ja, ja. En die tricks, heb je nog eens teruggezien? Ja, heb ik al drie keer gezien. Ze komt nu niet binnen, want dat denk ik. Die zou je toch nooit kunnen vergeten? Nee. Pieter Geervliet, jullie hadden ook in die tijd een weddenschap over meisjes. Weet jij dat nog? Ja. Dat was. Hoe ging dat ongeveer? Nou, op een goede avond gingen we, of een goede nacht zeg maar, eens een keer bloot in de dakgoot van ons huis in de Prins Willem van Oranjelaan. En het was op het moment dat de eerste forense trein langskwam, zo'n 6:00 morgens of 5:00 misschien. En in ieder geval op die beruchte nacht hebben we een document opgezet waar een weddenschap werd gemaakt wie het eerste aan de vrouw kwam, die moest een bepaald bedrag afleveren. Nou, dat was niet mis, ik geloof dat het iets was van 5 gulden. En het document hebben we nog steeds ergens liggen. Nou ja, dat ging prompt mis hoor. Ik geloof dat ik de eerste was die voor de bel ging. Ja. Nee, Piet is ongelooflijk. Piet ging, zoals dat toen heette, liep, met Elsje Kruijnen, leeftijdsgenoten, was misschien 14 of 15 jaar. Oh, niet overdrijven. Ja, ja. En is altijd bij Elsje gebleven, voor zover ik weet tot vandaag de dag. Ja, dat klopt joh. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Maar hang je nog wel eens aan een dakgoot 's morgens om 6:00 als de eerste? Forense treinen? Er gaan dagen voorbij dat we dat niet meer doen. Nee. Dat is zo. Thea Glas, werd er gedanst in die tijd? Want dat was toch de leeftijd van dat al een beetje willen, dansen op muziek? Jazeker, we hebben zelf een dansles geformeerd. Daar was Wim Duis zelf ook in. Ja. Ja. Met Bernard Sweers en Jantje Bakker en Jaapie Bonenbakker en dergelijke. Hoe danste Wim Duis? En nou, bar slecht moet ik zeggen. Vreselijk. Het was vreselijk. Het is zo'n sierlijke man op. Ja, hij is ontzettend sierlijk, maar hij had werkelijk hele grote voeten en die stonden altijd op de jouw. Hij probeerde het goeieg, maar het zat er niet in. Nee, wat deed je dan eigenlijk met dat muziektalent, Willem? Want dat is er natuurlijk. Nou ja, dat is wel. En het ritmisch gevoel ook. Maar ik zag het dansen meer als een legale wijze om dicht bij een dame, zachtjes te droog oefenen in het schuifelen. Ja. Dat was eigenlijk het enige doel. Ja, een andere. En verder dan de Engelse wals met een spinderen die ik met mijn vriend Harald nog heb geleerd, heb ik het nooit geschopt. Hij danste als meisje in die tijd en jij leerde de spin? Nee, zo gek maar. Nee. We hebben maar één heer hier die als travestiet door het leven ging. Ja, ja. In die Thijs. Klas. Ah, oh ja? Ja. Was Thijs travestiet in die tijd? Ja, want in 44, 45 mocht je niet meer over straat. Toen waren we 16, 17. Was Link. En wou toch bij elkaar komen op de pingpong wat ook. En Thijs was de knapste van de klas qua uiterlijk. En die hebben we een hoofddoek omgebonden. Ja, lipstick. Hoofddoek, lipstick, kousen, hoge hakken. En zo ging die over straat op bussen om met ons te pingpongen. Waar, hè? Ja, heb je daar iets van overgehouden, Thijs? Nee. Er zijn er ontzettend van het buitenland gegaan, we hebben het er net al over gehad. Of voor werk, zo nu en dan in het buitenland. Theo kwam veel in het buitenland. Ja, ik ben in de tijd bij de Veldhaton rechts afgegaan en toen in Den Haag gekomen. En ben daar bij een grote oliemaatschappij te werk gesteld. Na chemie gestudeerd te hebben. Ja, wel gestudeerd hebben op die ABS. Ja, dat doet me ontzaglijk pijn. Want wat was jij nou voor een leerling? Nou, niet. Ik heb ook in mijn boek. Ik heb zo'n stapel rampen gelezen over jou. Ja, nou, ik ben in 47 cum laude gezakt. Voor mijn examen. Werkelijk cum laude, met allemaal tweeën. Voor alle wiskundevakken. En daardoor had ik ook een heilig respect voor Theo Holdeboes. Voor, die schudde al die formules uit zijn mouw. Ja, maar als je allemaal hoort, die mensen zijn gaan doen. Die mensen allemaal zijn gevorderd, dan sta ik er toch wel beschaamd op, moet ik zeggen. Ja. Je was ook geen brave jongen, Wil. Nou. Lastig, nou, lastig. Ja. Zij zijn net een beetje lorrige jongen. Klopt, dat is heel goed. Heb je dat gezegd? Dat is goed, goede observatie. De jongste bij moeder Duis. Ja.
Ja, dan noem je iemand, zeg. Ja. Hij heeft gezegd, zijn moeder is de enige waar hij niet tegen op kon. Nee, absoluut niet. Nooit. Tot de laatste dag niet. Al die grotere broers kon je aan? Ja, nou ja, ja. No. Met een of van de, ze waren natuurlijk veel ouder. Nee, niet ouder, hè? Dat vind ik ook. Maar ik had niet zoveel met ze te maken, want de meesten waren toen ook al op weg naar andere landen. Ze zijn allemaal naar andere landen gegaan. En, maar mijn moeder, die ontdekte alles wat je fout deed. En binnen 5 minuten. Ja. Ram. Dat is zo gebleven ook, de hele leven door. Altijd. Ik weet dat mijn allereerste vuist op televisie, dat ik haar opbelde, wat menigeen nog zich kan herinneren. En het eerste wat ze weer zegt, je das zit niet goed. Je bent niet naar de kapper geweest. Je pak is verfrommeld en je was zeker te laat in de studio. Door de telefoon op de televisie. Ja. Bam. Ja. Nou, inpakken. Ja. Rob Bikkerkaarten. Nee, waar werk je nog? Werken als vereniging in de metaalindustrie. Juist, dat gaat nog maar door. Dat houdt nooit op. Nee. Herinner jij je de drank Oude Duis? Ja, maar ik denk dat Harald het eigenlijk nog veel beter herinnert. Hè? Eén van zijn streken. Ah. Hij zei, jongens, ik heb nu een drank. Oude Duis, riep hij. Ja, oké. Okay. Hij was weer ziek, of wat er voor doorging. Maar goed, die keer dat je er toen een keer echt ziek schijnt geweest zijn. En ik dacht dat het verhaal was geweest dat Harald je eigenlijk kwam bezoeken. En zei, God, Wim, het hele boven je bed. Oh, kijk maar, er stond zo'n jenever, kijk, dat is zo'n echte oude westen, zo'n stenen. Oude Duis. Met Oude Duis erop. Merk, is het al jaren bestaan? Ja. Of bestaat het nog? Nee, al lang niet meer. Oh, weer wat? Was het jouw vraag dan? Oh, geef maar op. Maar Wim had er zelf wat in gedaan. Wat water in gedaan. Zijn eigen water. En Harald rook aan dat ding. En heeft daar bijna een slokje warm. Hoe komt het? Maar het was echt ouwe. Dat was het vervelende. Ja. Hoe komt het, Willem, dat er niet één normaal verhaal over je bestaat? Dat weet ik niet, Koos. Maar wat ook al uniek is, is dat je hier twee broers hebt die toch 2 jaar in leeftijd verschillen met wie ik allebei in de klas heb gezeten. Zo lang heb ik erover gedaan. Ietje Polak herinnert zich Wim Duis als conferencier. Ja. Ja. Wim had 1 broer die een bussum is gebleven, lang in ieder geval. En die had een smederij. En in die smederij liet Wim zo het een en ander voor zich vervaardigen. En dan klom je het toneel op van Concordia. En dat was echt wat hoor, in die tijd al een grote zaal. En daar stond dat, nou toch jongetje misschien, van 15, 16, stond daar. En er stond zo'n hele schoolavond aan elkaar. Ja. Te kleppen en dan had hij een luier om met zo'n veiligheidsspeld. En die had het broertje. Dat zijn die dingen die je dan bijblijft. Ja. Hij reisde ook merkwaardig, Andries, met de trein thuis, Wim, als jongen. Ja, het verhaal ging dat bij die sportdagen. Dan hadden we dus of in Hilversum, of bij ons, of ik dacht in Purmerend of die kant uit. Klopt, Zaandam was het. En was het dan niet zo dat jij achterin zat en dat je zo nodig iemand voor je wat moest gaan vertellen? Ja, er was een film die toen zeer populair was in de bioscopen van George Formby. Die met die banjo speelde en zo. En die liep in die film op een gegeven moment uit de wagon. Ging buitenop op het dak en sprong dan van wagon tot wagon. En dat hadden we allemaal gezien, dat was fantastisch. Zoiets zou jij nou eens moeten proberen, zei ze. Nou, dan doe ik dat toch. Dus ik ben eruit geklommen. Ik moet erbij zeggen, er waren geen elektrische draden nog. Het was pauw na de bevrijding, dus het was een stoomtrein. Dus ik ben op het dak geklommen en van wagon tot ik vooraan was. Was ik een beetje zwart. Vind je het goed dat we nog wat van die verhalen verzamelen? Over? Ja, ik deed dit alleen om indruk te maken op Madeleine Tolen, moet ik eerlijk zeggen. Gevoelige snaar geraakt. En die komt nu binnen. Nee, die komt ook niet binnen. Nee. Jammer. Harald Bikkerkaarten, Duis en de zwemwedstrijden. Ja. Nou, dat was eigenlijk al veel sporten. Maar niet zwemmen. Maar zwemmen, dat was nou bepaald niet zijn voor. Nee. Maar op een goed moment werden er schoolwedstrijden werden georganiseerd. En nou ja, dan schrijf je voor alles in. Dus Willem ook, ik schrijf me op alle lijsten, want ik kan alles. En dus ook zwemmen. En op een goed moment moest dus gezwommen worden. En dan start iedereen die duikt aan het water en Willem niet gesprong. Dus dat was dan eerst de 10 meter achterstand had hij al te pakken. Ja. En toen de andere keer, was hij halverwege. En dan denk ik, ja, dat wordt toch een beetje lastig. Enfin, hij heeft dat ene end nog gehaald, maar toen moest hij terug. Toen heeft hij halverwege maar geroepen, help, help, ik verdrink. Middel, waarop er nog een sportleraar het water in dook. En die dacht dat het echt waar was. Ja. Was ook zo. En dan stond hij binnen in het zwembad, help, help. Ja. Nee, dat was niet jij, jij fietste met Wim Duis naar Oma Duis in op de Veluwe. In Lunteren. Lunteren, ja. Herinner je zo'n tocht? Jawel. Oorlog? Ook. Bij Amersfoort gekomen. Ja.
En vlak voordat we bij het station Amersfoort kwamen, hoorden we een ontzettend lawaai. Er waren net een aanval van Spitfires. Ja. En Willem die gooit op een goed met zijn fiets neer en loopt keihard over die straat. Die roept, help, help, ik ben gewond, ik ben gewond. Ik zeg, waar dan, man, idioot, je bent hem. Hij zegt, jawel, op mijn rug. Toen voelde hij zijn rugzakje, dat voelde hij op zijn rug drukken. Dan, hij dacht dat er allemaal kogels in zaten. Een romantische jongen. Hij had een mooie fiets. Ja, ja. Nou. En dat achterzwabbord, dat ging de hele dag ging dat zo de reden naar bus. Dat zwaaide naar iedereen. Theo heeft nog iets van een boek. En dat boek heeft iets met lunteren te maken. Ja, ik heb verrassenderwijs heb ik van in de tijd van Wim een boek geleend. En dat heb ik teruggevonden. En daar heb ik helaas mijn naam ingezet als zijnde nu eigendom van Holdebusch. Maar het is... Heeft hij zich rond nagezond, zeg je. Ja, is... Inderdaad, jouw handtekening. Ja, Winduis. Winduis. Ja, zeg. Aangekocht op een der vele lifttochten naar Lunteren. Jee. Alsjeblieft. 46. Je krijgt het terug. De kleine parade van Henriette van Eyck. Ja. Leuk, hè? Ja. Leuk, hè? Bedankt, Theo. Oké. Heel goed. Hongerwinter. Veel honger. Ook bij kinderen zoals jullie. Andries Brunekreef. Die heeft toch nog wel eens een stukje vlees te pakken gehad in die tijd, hè? Dan kwam ik bij iemand op bezoek. Heel daar wil je toe. En... Die mensen die hadden echt honger. Echt. En die kwamen bij ons. Wij hadden dan nog wel eens een keer wat van die familie. En toen kom ik daar binnen, mensen. En mijn neus ging te gast. En heerlijk dat vlees. Uit de zuurpan. Ik zeg, wil je een stukje vlees? Nou, dolgraag. Uiteraard. Dan had ik het op, zeg ze, weet je wat het was? Ik zei, nee, nou, dat was de kat van die en die. Maar heerlijk vond je het, omdat je het niet wist. Eet je dat nog regelmatig? Nou, er gaan dagen voorbij dat ik het niet meer krijg. Vreselijk verhaal eigenlijk, hè? Ja, vreselijk voor nu. Ja. Maar voor toen... wij hebben het nooit gedaan en nooit hoeven doen. Maar het was toch, men durfde zijn beest toch niet meer buiten te laten, want het was vertrokken. Ja. Of het nou een hond of een kat wordt. Ja. Ja. Harald, wij kennen zo'n vrienden van ons, die hadden een hond. En op een gegeven moment huilend liep ze die hond te zoeken. En 3 dagen later vonden ze de kop en de poot ergens terug. Ja. En dat was heel normaal. Ja. In die tijd, ja. Wim Duis hield van toetjes, hongerwinter of geen hongerwinter. Harald, weet jij dat nog? Ja, maar daar was hij gek op.